Urk, dat is voor mij de parel van Flevoland. Ik ben niet voor niets burgemeester van Urk geworden, uiteraard. Prachtige gemeente met een hele sterke eigen identiteit. Nu gelegen in de polder, maar vroeger in het water. In eerste instantie mijn geboorteplaats, maar een ondernemend volk en een hele hoge ambitie voor de maritieme werkgelegenheid. Kijk, we hebben natuurlijk de oude haven van Urk die toeristisch een sterk trekpleister is. Maar we zijn bezig met de ontwikkeling van een werf waar 9 bedrijven gaan samenwerken in de scheepsbouw. Op dit moment vindt er een hele transitie plaats. Fossiele brandstoffen moet afgebouwd worden. Alternatieve brandstoffen moeten er gezocht worden. We zijn druk bezig met een koude warmtenet waarmee we een woonwijk gaan voorzien met restwarmte van een industrieterrein. Dat gebeurt hier op Urk. En daar hebben wij de steun van de provincie dringend bij nodig. En die geeft de provincie ook maximaal. Het is een hele sterke impuls, stimulatie vanuit de provincie. En dat is wel erg fijn. Die samenwerking is essentieel om uiteindelijk resultaten te bereiken. En ik denk dat we die prestatie ook leveren. Dus Urk heeft weliswaar een belangrijke identiteit ook vanuit haar verleden. Maar heeft wel degelijk ook een moderne identiteit naar haar toekomst. Nou, voor veel mensen is de provincie een ver van mijn bedshow. Maar men beseft onvoldoende daarmee, denk ik, dat deze provincie heel dicht bij gemeente staat. Deze provincie is heel belangrijk voor een gemeente Urk. En dit maakt ook eens te meer duidelijk dat je een provincie nodig hebt en dat je moet gaan stemmen bij provinciale verkiezingen, ook in het belang van Urk.